Goedemiddag, ik ben Chris Noordam. Ik ben geboren in de Gorssen en ik ben 65 jaar en intussen aan het vaststellen wat we in dit land nodig hebben voor de toekomst van dit land. Dat betekent dat we moeten stoppen met symptoombestrijding, waar heel veel mensen zich mee bezighouden. We moeten weer terug naar, snappen we oorzaken, we moeten weer terug naar lange termijn duurzame ontwikkelingen en we moeten het onderwijs weer centraal zetten voor de toekomst van dit land. Dat wil zeggen dat ondernemers veel meer zich met het onderwijs moeten bezighouden. En dat we veel meer moeten nadenken over de toekomst van dit land en de banen waar we geld mee kunnen verdienen. Dat wordt vandaag hier op deze dag in het Live College uitzonderlijk goed gepresenteerd. Techniek is daar een kans in. En zo hebben we veel meer mooie dingen zoals de haven. Daar houd ik me mee bezig met jongeren om de toekomst van dit land weer mooier en veel leuker nog te maken. Dank u voor uw aandacht.